Hallo, we willen verder gaan met onze zendingstraining. Dit is deel 3 van deze training. En voordat we beginnen willen we eerst in gebed gaan. Onze hemelse Vader, we willen u danken dat u ons zodanig nabij wilt zijn om te helpen in deze studies en training, dat het ons dichter tot u en ook dichter tot elkaar mogen brengen. Wees ons genadig en schenk ons uw Heilige Geest, en leidt het dat het ook vruchten mag dragen voor de eeuwigheid. Zegen degene ook die dit zullen ook beleven en dat het ook een wonder in hun leven mogen zijn, waardoor uw naam verheerlijkt wordt. Wij danken het uit genade en in Jezus' naam. Amen. We zijn 3 Bijbelarbeiders, een predikant. We hebben ervaring in Bijbelstudies geven. Ik denk dat wij met z'n drieën ook goede aanvulling kunnen geven. Het voornaamste gedeelte van deze thema is van broer Japsi. Ja. Dus staat, we zullen het presenteren en we gaan aanvullen. Broer Japsi. Ja. Dankjewel. Dus de vraag is, hoe kan ik Bijbelstudies geven? Er zijn veel mensen die zeggen, ja, mag ik Bijbelstudies geven? Het is een werk alleen voor predikanten, arbeiders. Nee, dit is inderdaad een doel dat we moeten, elke lid moet een soort Bijbelstudie geven. Tuurlijk, er zijn mensen die kunnen beter, anderen niet. Maar we moeten een structuur hebben. Iedereen kan een Bijbelstudie hebben. Daarom komt deze cursus dat we kunnen ook een beetje misschien leren. Misschien voordat we verder gaan. Ik denk dat het dus om het te linken naar de vorige studie, naar het vorige thema. Als we alles wat we doen met het doel hebben om de Bijbelstudies naar een Bijbelstudie te brengen, of dat we Bijbelstudies kunnen geven, dan lukt het ons wel. Bij mij was het, tenminste in mijn ervaring, wat ik meestal doe, is dan stel ik de vraag, zal ik een keertje bij je langskomen? Kunnen we een keertje misschien meer erover hebben? Want er zijn interessante thema's in de Bijbel. Ja, we kunnen studeren over de oorsprong van de zonde, we kunnen studeren over... Weet je iets meer of heb je wel eens afgevraagd hoe het ziet, of hoe het ziet na de dood? Hè? Hoezo? Ja, dat kunnen we allemaal. Zullen we misschien iets afspreken? Dus meteen de doel hebben om dus iets af te spreken. Om meteen, en we hebben in onze hoofd, om dus Bijbelstudie. Dat hoeven we niet te zeggen aan de mensen. Van, wil je Bijbelstudie? Ja, dat kan. Misschien kunnen we openlijk zijn van, wil je Bijbelstudie volgen? Maar misschien kunnen we dan, nou, zullen we iets afspreken? Ja. En daarna, dus dan gaan we naar een structurele cursus, een structurele Bijbelcursus. Ja. En hiermee misschien kunnen we zeggen, er zijn verschillende manieren. Je kan een ken uw Bijbelcursus volgen. Je kan bijvoorbeeld een sprint Bijbelcursus. Maar je kan ook dat boek... Huisgezins, hoe heet het dat? Ja, Bijbel, huisgezins. Ja. Nee, Bijbel, Bijbel voor huisgezin. Ja. Ja, daar staan het dus Bijbelstudies die we kunnen geven. Dus als jullie deze boeken thuis hebben, kunnen jullie makkelijk gebruiken als een voorbeeld. Klopt, ja, het is heel belangrijk dat te weten dat niemand is geboren met de talenten voor de Bijbelstudie. Ja, je hoeft niet een leraar te zijn, maar... belangrijk is ervaring. Als je leert 2 keer. En het is belangrijk is dat we moeten herinneren. En herinneren, het is een methode. Herhalen. Ja. Herhalen. Ja. Yes. Herhalen en herhalen is een methode dat staat in de Bijbel. We moeten herhalen en herhalen. Die betekent dat wij zijn niet beter dan de anderen. Nou, onze methode was dat wij hadden mensen geleerd. En door leren kunnen we ook herhalen en herhalen. En die geeft ons ervaring. Dus we moeten bepaalde punten hebben. Net als we hebben ook gezegd, we moeten de methode van Jezus gebruiken. Soms is het niet makkelijk direct met de persoon zeggen, Bijbelstudie, wow, studie, Bijbel. Ah, dit, maar we kunnen zeggen, willen jullie de Bijbelkennis delen met mij? Delen is niet hetzelfde dat ik ga jou... We leren, maar ik ga jou met jou delen. We kunnen samen delen. Het is een andere gebruik. En toch, dus de mensen zijn een beetje meer voorbereid. Dus punten dat we gaan studeren vandaag is dat...
de definitie van een Bijbelstudie. Belangrijke vragen, de structuur dat we moeten wij volgen. Hoe kunnen wij een effectief presentatie doen? Hoe lang moeten wij doen? En wij gaan verder. Dus, hoe kunnen wij Bijbelstudies? Wat is de betekenis van God met de Bijbelstudies? Waarom moeten wij Bijbelstudies geven in een niet andere methode? Maar als we lezen in de Christian Services, in een boek van Ellen G. White, het plan om Bijbelstudies te vieren is een idee van hemelse oorsprong. Die betekent dat komt je bedoelt van God. Bijbelstudies te geven. Ja, die betekent de komst van God. Het is een methode dat God heeft ons gegeven. Als we de geschiedenis van de christendom en ook beter de protestantse geschiedenis studeren, vinden wij de hervormers, ook de hervormers van de evangelische gemeente of bewegen, net als Wesley. Ze hadden begonnen met mooie Bijbelstudies en illustraties, wat we gaan ook zien aan de andere kerk. De katholieke kerk heeft gevraagd, waarom hebben ze heel veel succes? Want ze hebben een methode, dat was, ze hadden gebruiken alle, dat ze hadden in de handen, de radio, de afbeelden, de alles wat ze hadden. Plaatjes, illustraties, ja, illustraties. Ze hadden in een moderne manier de Bijbel voorgesteld. Ja, presenteerd. Uitgelegd, ja. Die komt ook van de basis van het protestantisme, dat de Bijbel moet in de eigen taal van de mensen bespreid worden en niet alleen in Latijn en niet alleen Latijnse en een groepje van mensen moeten begrijpen, maar iedereen moet begrijpen. Dus dit is wat Jezus heeft ook gedaan. Dus er is een ander stukje, misschien minimaal mee in Bible Workers. Ja, in Bible Workers staat, God zal niet toestaan dat dit kostbare werk onbeloond blijft. Het zal met succes elke nederige inspanning belonen die in zijn naam is gemaakt. Ja. Zo. Dat is, nou ja, ik bedoel, het loont. Wanneer je andere mensen beleert, je leert jezelf. Je komt tot andere inzichten. Ja. Je gaat meer onderzoeken. Dan moet je misschien wel een broeder of een zuster vragen van, hoe ziet het? Want ik krijg een vraag en ik weet niet hoe ik het kan beantwoorden. Ja, maar daar word je eigenlijk meer gevoed. Ja. Omdat je hebt een bepaalde verdieping, beleving voor de Bijbelstudie gaat. Alleen, dat is niet voldoende. En het is ook niet alles. Ja. Want wat je net aanhaalde, we weten niet alles. De verrijking ontstaat wanneer je het gaat delen met anderen. Dat de vragen die komen bij de mensen en dan zetten ze jou tot een diepere nadenken. Want dan vragen die jij nooit zou gesteld hebben, komen hun wel. En dan is het een verrijking voor jou, want dan zie je het beter, dat je niet altijd antwoord hebt, maar dat je wel indachtig wordt gemaakt. Hé, ik moet dat stuk gaan beter bestuderen. Ik moet me daarin gaan verdiepen. Ja, dit is niet hetzelfde. In praktijk vind ik ook dat als iemand zegt, je moet de sabbatschoolles op sabbat delen, is niet hetzelfde als ik moet hier zitten en zeggen, ja, ik ga studeren en ik pak de informatie. Maar als ik moet voorbereiden, ik moet dubbel studeren, want ik moet zeggen, ja, iemand kan mij vragen en ik moet een goede onderzoek maken. Dus het is echt positief. En er zijn de methode dat komt van God, dat wij geloven, is heel diep. Dat er zijn mensen die gewoon in het normale leven, ze hadden geen succes in studies en zo, maar ze hadden in de kerk geleerd in methoden te studeren. Elke dag herhalen, geduld met elkaar, hoeft niet moeilijke woorden te gebruiken. En ze hadden veel gegroeid, ook intellectueel. En dit is wat de Bijbel kan ook doen. Het is belangrijk om te zien dat een Bijbelstudie is geen preek. Ja. Nee. Het is geen toespraak, het is ook niet een interview. Tezamen de Bijbel bestuderen, dus dan moet er wel een didactische methode gebruikt worden. Om de mensen, om het interactief te maken, interessant te maken.
En op die manier, dus dan, je bent niet altijd aan het woord. Nee. Je laat de mensen ook zelf studeren, zelfs lezen. Meestal wat ik zeg, van, lees het zelf. Ik probeer ook dat ieder persoon bijvoorbeeld die in de zaal of in de ruimte staat, dat die ook vertaald wordt. Dat die dus dan begrijpt wat we lezen. Want dan heb ik vaak mensen ook, buitenlanders of sorry, die dus dan een vertaling nodig hebben. Kijk, belangrijk is wanneer ze het ook zelf dat stukje lezen, dan ervaar je ook waar ze de klemtoon ook neerleggen. Ja. En als dat ook verkeerd wordt gelegd, dan kan je die zin of die tekst niet goed begrijpen. Bijvoorbeeld, ja. Ja, ja. Ja, wat is een Bijbelstudie? Kunnen wij zeggen, het is een leer van Bijbels onderwerp door vragen en antwoorden. Ik vind het grootste voorbeeld dat we hebben vandaag de dag is de Sabbatschoolles. Het is echt een Bijbelstudie met vragen en antwoorden. En kunnen wij beter begrijpen hoeveel mensen hadden ons gezegd, ja, ik begreep niet die thema, maar door de Sabbatschool heb ik geleerd. Ja. En de Sabbatschool is gefocust naar de bezoekers, inderdaad. Die moet echt in school worden. Het staat ook in de geest van profetie, dat is het hart van de, of de hart van de, van de, van de dienst. Gemeente, van de dienst, ja. Ja, want het is de hart van de dienst. Je moet hem verder gaan, want de mensen leren, het is niet alleen één persoon die het ziet, maar wij kunnen met elkaar, ik begrijp niet die punten. Ja, wij kunnen maar terugkoppelen geven. En niet alleen een preek. En het is ook echt mooi om te zien dat een preek hoeft niet te veel bijbelteksten te hebben, net als een bijbelstudie. Dus, want de mensen zitten met één bijbelstudie en tekst achter elkaar, na elkaar, en dus ze worden een beetje moe. Preek, het is totaal anders. Je kan 2 of 3 gebruiken en het is genoeg. Maar in bijbelstudie, je gaat diep naar het thema en vragen. Het is echt heel belangrijk. Hè? Ja. Hangt het ook misschien af van ook de kijkers? Sommige kijkers willen echt diepe, zware voedsel. Die van de preken echt. Als je kijkt bijvoorbeeld naar Jones en Wagoners, hun preken, die waren echt vol bijbelteksten. Die waren echt bijbelstudies, inderdaad. Hun preken waren meer gericht op bijbelstudies, om de gemeente te beleren. Als je leest de preken van, die was echt bijbelstudies. Ja, van een Spurgeon bijvoorbeeld. Ja, ja. Dus en ik denk dat in dit geval is het ook goed dat de verschillende talenten in de gemeente ook kunnen spreken. Ja. En ook bijbelstudies kunnen geven. Maar ja, goed, we zijn niet over een preek, maar meer over een bijbelstudie. Maar, maar ik wil dat vandaag de dag moeten wij, als wij willen een bijbelstudie, die kan ook in de kerk, maar we moeten duidelijk zeggen, het is meer een bijbelstudie, dat ik ga een beetje de mensen voorbereiden. Wanneer vinden wij de systeem van de bijbelstudie? Het is niet iets nieuws, maar we vinden in de apostelen, we hadden ook het voorbeeld van Filippus en de Ethiopen gebruiken, dat hij begon, het is een vraag. Ja, met een vraag. Het begint met een vraag, ja. Begrijp wat je leest toch. En wat een mooie studie over Jesaja. Dat hij begon lezen. Ik lees, maar ik begrijp niet. Dus het was echt mooi. Maar in de geschiedenis van de Advent kunnen wij ook, in de protestantse, maar ook van onze gemeente, Adventgemeente, hoe was de geest van de Bijbelstudies? Ze hadden Bijbelteksten gelezen, samen gebeden, en ze hadden natuurlijk vragen. En ze hadden besloten, oké, wij gaan bidden en tot wij krijgen dezelfde antwoord. We gaan niet weg van deze zaal. En die was een mooie geest van bijbelstudie. En wat was de belangrijkste bijbelstudie van de Adventgemeente? Hij begon Adventbeweging, begon met Daniel hoofdstuk 8, toch? Ja, ze begonnen de profetieën te studeren. De profetieën, dit is echt een bijbelstudie. Op de datum van 2300 avond en morgens. Dit is echt een bijbelstudie. Dus. Nu dat je zegt over het begin van Adventisme, zien wij hoe ze bij elkaar kwamen en begonnen te bestuderen over een bepaald onderwerp. Want ze kwamen natuurlijk vanuit verschillende kerken. Juist. Dat is verschillende leerstellingen en achtergronden. Ja. En dan kwamen ze zelf dus achter van nee, de Bijbel leert iets anders. En soms kwamen ze niet uit. Dan moesten ze dus uit elkaar gaan, beginnen te bidden. En dan weer kwamen ze van, dat is het antwoord. Ja. Dus ja.
Nou, maar dat klopt, want er komen ook bepaalde verschillende Bijbelstudies. Als ik praat met die man, die komt van een andere gemeente, christelijk achtergronden, het is heel makkelijk andere Bijbelstudies te maken, maar we moeten ook denken in evangelisatie, wat die persoon kent van de Bijbel. Dus moeten wij aanpassen welke soorten Bijbelstudies, hoeveel Bijbelteksten zullen wij gebruiken, welke capaciteiten heeft die persoon, want sommige mensen, heb ik ook de ervaring. Het is ongelooflijk, maar er zijn mensen nog dat die kunnen niet lezen en schrijven. Ze kunnen niet. Dus ik moet de afbeelding gebruiken, maar ze hebben een mooie geheugen. Ze zeggen, die Bijbeltekst, ze gaan nooit vergeten. Het is echt mooi wat de Bijbel kan. En ik heb ook mensen, ik ken ook mensen die hadden geleerd door de Bijbel lezen. Ja. Ze wisten niet. Ja, ja ik heb vaak mijn Bijbelstudies moeten aanpassen. Ja. Mensen die dyslectisch zijn, die niet kunnen lezen of die de oude Statenvertaling niet kunnen begrijpen. Dus nu gebruik ik herziene Statenvertaling, maar soms zijn er teksten die ik echt moet uitleggen wat het inhoudt. Ja. Maar ook mensen kunnen ook in de taal, in Nederlands, dus bijvoorbeeld ik studeer met Zinda Miraj bijvoorbeeld, die komen oorspronkelijk uit Eritrea. En ze zijn heel veel vooruit in de taal door de Bijbelstudies. In de Nederlandse taal door de Bijbelstudies. Want dan horen ze elke week en dan soms stellen ze de vragen en soms begrijpen. En dan gaan ze vooruit. Dus dat zijn voordelen van de Bijbelstudies. Ja, en de Bijbel is een echt een mooie bron om te leren. Het is echt, je kan heel mooie woorden. Oké, jullie kunnen begrijpen dat ik ben buitenlander, maar door de Bijbel, de manier de mensen die met mij praten zeggen, ja, maar je gebruikt sommige woorden, dat het zijn heel, heel goede woorden, dat heel elegant, of ze zeggen ook heel... Ja, heel dure woorden. Dure woorden, dat ik gebruik niet, ik praat niet als een... Ja, je bent buitenlander, maar je taal is anders, toch? Maar ja, het is omdat wij natuurlijk met de Bijbel, wij lezen die taal. De Bijbel is rijk in mooie woorden en expressie en zo. Misschien kunnen we nu overgaan naar de structuur van een Bijbelstudie. Ja, hoe kunnen wij de structuur maken van, wat moeten we dan opletten? Want wij leren natuurlijk mensen hoe ze een Bijbelstudie kunnen geven. Wat zou een structuur van een Bijbelstudie kunnen zijn? Zo, wij moeten natuurlijk met mensen in logische volgorde volgen. Ja. In elke thema in een logische structuur. Mm-hmm. Het is de inleiding, de kern en de conclusie. Mm-hmm. Dus als wij deze drie stappen volgen, kunnen wij een structuur hebben. En moeten wij zelf vragen, heb ik een goede inleiding gegeven? Heb ik een goede kern? Een kern hebben? En ook een conclusie gehad. Dus op het moment dat wij de Bijbelstudie delen, moeten wij denken, oké, dit is een introductie. De introductie moet kort zijn. En de aandacht van de mensen trekken, zodat wij kunnen... ze zijn geïnteresseerd in het thema, klopt. Dus het thema komt een beetje met 6-7 Bijbelteksten. En een conclusie is echt nodig om te een beetje samenvatten wat we hadden samen gesproken. Er komen bepaalde vragen, wat hebben jullie begrepen? En soms komt ook een kert of zo, dat ze moeten aanvoelen om te weten. Een enquête waar ze dus dan de vragen kunnen beantwoorden, ja. Ja, en dit is de basis. Dus als wij deze drie stappen volgen, kunnen wij een structuur hebben voor een Bijbelstudie te maken. Of te doen. De structuur van Bijbelstudie is dat we moeten volgen, we moeten de aandacht boeien van de mensen. Vuurt met de werk met in, met Bijbelteksten. Aanvullen met verschillende Bijbelteksten, ja. Dus we moeten ook mensen deelnemen met de Bijbelstudie. We kunnen zingen. We kunnen hem maken de Bijbel lezen, Bijbelstukken te lezen. Maar we moeten oppassen, hè? Want soms, we hadden al gezegd, dat er zijn mensen die kunnen niet goed lezen. Het is moeilijk voor hen is het om te lezen. En wij zien, we moeten goede ogen te hebben, want wij zien dat ze kunnen niet goed lezen, ze zijn schaam. En dus, we gaan nog een keer vragen.
Maar ik heb vaker gezien, aan die persoon komt niet meer. Dus we moeten zijn talenten ook gebruiken. Ja, ik heb ook gezegd, en we moeten ook illustraties gebruiken. Maar dit is wettelijk, ja, het is volgens er zijn studies die laten zien dat, onderzoeken dat beelden met teksten en luisteren komen meer in onze, ja, mensen kunnen meer begrijpen dan alleen praten en praten. Ja. En het is denk ik ook interessant, de illustraties die we gebruiken, ook, ja. Ja, niet alleen plaatjes, maar ook voorbeelden. Juist. Goede voorbeelden. Ja. Ja. Van, ja, net als wanneer je dan op straat bent. Of, en vaak gebruik ik ook dingen van huis of zo. Ja, als je zo'n plant hebt. Ja, als je geen water geeft. Dus meteen dingen van nou ja, die stoelen is. Nou, ja. Bijvoorbeeld. Ja. Klopt, ja, dit is wat Jezus heeft zelf gedaan. Ja. Ja, dit is onze voorbeeld. Dat is eigenlijk de praktische kant daarvan. Dat noem ik ook. Geloof is normaal iets wat je niet ziet. Maar je maakt het geloof tastbaar. Ja. Dat ze het kunnen voelen, dat ze het kunnen begrijpen. Want wat ik ook heel vaak gebruik, is namelijk, ik heb vaak verschillende mensen van het buitenland dat je bijbelles geeft. Maar het is twee vliegen in één klap. Ik laat ze met die cursus van Ken uw Bijbel of Eindsprint. Onder andere in Nederlands. En ik leg het uit in hun taal. Ja. Zodat ze ook kunnen meekomen. En interessant is, wanneer ze nog een stap maken om naar de gemeente te komen, dat die klanken zijn hun bekend. Ik heb vaak ook mijn studies moeten aanpassen aan de hand van de mensen die in de zaal zijn. Je kan niet zo strak een structuur volgen. Of tenminste in mijn geval. Ik pas het makkelijker aan de hand van. En ik heb het dus gezien. Een keertje was er de dochter van die man aanwezig. En die zat daar met het telefoon. En dus ik dacht van, als ik deze thema geef zoals ik het heb, en zoals zij dat zou moeten horen, ze hoort het. En dan wordt het niks. Dus ik heb het gewoon moeten aanpassen. En begon ik dus juiste voorbeelden van hun te geven. En nou, begon ze dus, terwijl ze bezig was met de telefoon, was ze aan het lachen. Omdat ze gewoon alles volgde. Dus ja, ik heb het eigenlijk voor haar gegeven. En niet voor die persoon die. Dus ja, dat moeten we dus soms ook doen. Zo, we moeten dus een omgeving voor de persoon hebben. Ik denk voor de Bijbelstudie. We moeten een goede voorbereiding hebben. Aan de beste plaats voor één persoon een Bijbelstudie ontvangen, vind ik ook zijn huis is. Want zij is thuis. De persoon is. Ja, gewend. Ja, die voelt zich thuis. Ja. En dus komt dat. Er komen ook mogelijkheden om andere thema's te praten. Kijk, ik heb die probleem met die persoon, of mijn zoon heeft die probleem met de studie. Zo. Maar we moeten dus hier de methode van Christus gebruiken. Want in Bijbelstudie is niet alleen informatie te delen, want wij zullen het papier laten blijven. Maar ook kijken hoe de persoon leeft, wat de behoeften van de persoon zijn. Misschien er zijn gezondheid, problemen. En soms, wij gaan een Bijbelstudie doen en wij doen niets, maar wij praten over gezondheid en veel andere dingen. Maar in het geval, het beste auditorium is een persoon, wij zien Jezus. Dat heeft ook voor veel mensen gesproken, maar wij zien hem. Ook persoonlijk met persoonlijke interviews, zeg, met andere personen gesproken. En hoeft niet veel mensen te zijn, maar beter één persoon. Want de Bijbel werkt in haar. Ja, de persoon voelt niet dat iemand mee kijkt om te controleren. Of ik ben schaam om te zeggen wat mijn probleem is. Want de Bijbel begint om de gevoelens van de mensen. En een groepje is anders dan persoonlijk, toch? Ja. Ik zou zeggen, als we bezig gaan zijn met de mensen, het is belangrijk om te beginnen met een gebed. Klopt. Dat we samen beginnen met gebed. En daarna de structuur die we hebben aangehaald, dat is de structuur van een Bijbelstudie. Ook dat we een bepaalde volgorde in thema's kunnen volgen. Ja. En ons niet laten afleiden door de verschillende vragen.
dat daarin val ik ook tekort. Dat ik dus dan de mensen de kans geef zodat ze vragen stellen. Maar dan gaat het naar alle kanten toe. Ik denk dat dat belangrijk is. Dus ja, oké, dan doen we een andere keer. Nu zijn we hiermee bezig. Het is goed om de vragen te beantwoorden. Maar het is ook niet goed om elke keer dan afleiden. Nee. Want anders kom je nooit klaar. Dan ben je na 2 jaar dan ben je nog steeds bezig met de persoon. En wat heb je dan bereikt? En het is goed dat we hierover praten. Want dan kunnen we ook weer verbeteren in wat we doen. Ja, waar. Soms komt vragen in de midst van de studie. En we moeten eindigen. Want we moeten een doel ook hebben. Ja. Mensen hebben zijn tijd. We hebben ook onze tijd. Zo, we hadden de introductie gehad. We hadden de thema. De kern, de thema, ja. Ja, de thema ontwikkeld. Zo, we hadden de presentatie gehad. We hadden de thema ontwikkeld. En er komt nu een conclusie. En de conclusie, we hadden gezegd dat het is een herhaal. Maar het is ook heel belangrijk dat een persoon een omroep heeft. En dat hij kan ook een beslissing nemen. Bijvoorbeeld de eerste Bijbelstudie. Wat is onze doel in de Bijbelstudie? We moeten met een doel gaan. Onze doel is dat de persoon begrijpt dat de Bijbel is het woord van God. En dus moeten wij duidelijk vragen, geloof jij dat de Bijbel is het woord van God? Dus het is belangrijk om altijd een beslissingpunt te hebben. Klopt. En een oproep maken aan de mens. Klopt. Gelooft u dat de Bijbel Gods woord is? Ja, dus ik denk dat het duidelijk is voor de kijkers, ja, zodat ze dat kunnen begrijpen. Daar begint het mee. Dit is de basis waarin wij moeten opbouwen. Als die persoon gelooft niet dat de Bijbel, 100% dat de Bijbel, de woord van God is. Wij kunnen niet verder, dus moeten wij andere studie. Want er komen mensen die geloven niet in de, hoe zeg je, misschien in de argumenten dat wij presenteren. Dan moeten we een andere studie presenteren. Dan moeten we meer studeren. Tot het moment dat de persoon accepteert in de eerste punt, we kunnen niet verder, want anders geen zin. Ik denk in alle opzichten moeten wij proberen zo duidelijk mogelijk Jezus te brengen. Ja, dat is de kern. Ja, want als dat gebeurt, dan vallen de andere puzzelstukjes. Alles valt op zijn plaats. Maar ik vind het heel mooi wat broer Japsi zegt. Is dus als je altijd aan het einde van elke studie je een doel hebt. Ja. En je brengt de persoon tot beslissing. Dan kijk je gewoon hier verder. Heb je dat niet gedaan? Nou ja, dan moet je weer proberen. Hoe breng ik de persoon tot deze conclusie? Nogmaals, niet vergetende. Dat het is God die de mensen bekeert. Het is God die de mensen tot de beslissing brengt. Ja. Anders blijft het alleen maar informatie geven zonder geen einde en geen doel. Ja, staat er hier in de presentatie dat natuurlijk Christus is het centrum. Ja. En zonder hem, wij kunnen niets doen. Dat is ook heel belangrijk. De liefde van God, het is een brief van jou. En God wil heeft een boodschap voor jou vandaag. Ja. Hoe belangrijk is het wanneer je de mensen wil helpen, begeleiden. Wanneer je dat zo duidelijk brengt, dan help je de mensen om moeilijke beslissingen daaroverheen te kunnen stappen. Want nu is het niet meer ik, maar het is Jezus met mij. Ja, een andere punt om te concluderen is dat we moeten een verschil maken wat in de tijd van de Bijbelstudie is. We hadden ook samen gesproken. En wat is de tijd van andere dingen? Over het milieu praten. Bijbelstudie is een Bijbelstudie. Dus moeten wij echt dat de mensen weten wij half uurtje, 45 minuten maximaal. En die persoon weet, dit is een tijd van een studie. En wat we zeggen, door ervaring, het is beter. Ja, soms kan je niet voorkomen, maar sommige mensen willen samen eten. Is weten voor eten en na de eten, Bijbelstudie en wij gaan weg. Want de invloed blijft. Toen het moment dat wij concluderen met de Bijbelstudie, moeten wij duidelijk sluiten. Dan zeggen ik moet weg. Ik heb andere afspraak of ik heb andere dingen. En dus de invloed van de informatie dat wij hadden gegeven, blijft thuis met de invloed door de Heilige Geest. En de persoon blijft met de informatie
thuis. Dat blijft het hangen. Dat blijft het hangen, zeggen wij. Ja. Klopt. Ja, dus... En niet over de andere dingen proberen. Concentreren. Oké, het is gezegd. Laten we gaan bieden. En dit is, Ja, dus belangrijk is dus dan, we praten eerst. Ja. We laten de persoon... zich een beetje, ja. Ja, uiten, want dan zitten de mensen dan vol beladen met andere dingen. Ja. We luisteren, problemen en dingen. En daarna zeg van, oké, de Bijbelstudie. En als we klaar zijn, sluiten. Ja. En dan blijft het hangen. Ja. Ja. En dan praat je niet over andere dingen. Ja, ja, want de informatie blijft in andere... Ja. Want niet vergeten, je wil wel iets brengen voor hun, maar ze moeten eerst leeggemaakt worden. Ja. Ja, in het voorbeeld van Filippus en de Ethiop, jullie weten wat gebeurde. Hij heeft zijn werk gedaan en de Heilige Geest heeft hem weggebracht. Ja. En oh, wat een impressie, hè? Indruk. Indruk. Ja. Wat anders kunnen we dan toevoegen aan de mensen, zodat de kijkers kunnen weten van hoe kan ik een Bijbelstudie geven? Is er iets anders wat je Lambert doet of wat adviezen wat belangrijk is voor een Bijbelstudie? Nou, ik denk menselijke kennis is een beetje belangrijk. Uh-huh. Want dan hou je ook rekening met de persoon. Uh-huh. Anders ga je gericht met een systeem en denkende dat het bij iedereen toepasselijk is, terwijl dat niet zo is. Uh-huh. Ja. En dat krijg je door die korte introductiegesprek. Dan leer je de persoon kennen. En ook waarmee hij zit op dat moment. Juist. Wat er dus in de afgelopen week gebeurd is. Ja, ja. Want pas als je dat hebt opgeruimd, zover mogelijk met Gods hulp. En dan staat de persoon iets meer ervoor open. Ik denk dat, wat ik ook heb ervaren, sommige mensen houden van direct informatie direct, ja. Snel. Ja. Je hebt heel snelle mensen die het heel snel pakken. Je hebt andere mensen die houden van uitleg. En van, mm-hmm. Dus ik denk dat wij ook hierin moeten verbeteren of opletten. Je hebt snelle mensen, mm-hmm. En je moet snel zijn. Je moet kort, to the point, uitleggen en bam en klaar. Ja. In het moment dat je te lang en te veel... Ja, en de tijd van de persoon ook. Want ze verwachten, oké, dit is een tijd van Bijbelstudie. Ze hoeven niet te zorgen dat ik moet dit voorbereiden en dit en dat. Want dus komt dat, ik kan niet het eten voorbereiden, dus de Bijbelstudie gaat niet door, want ik moet dit. Dus we moeten mensen laten, het is een Bijbelstudie, relax. Ja, maar andere mensen houden juist wel van relaxen, praten en herhalen en erover discussiëren en weet je, over nadenken. En ze vinden het allemaal prima, dus... Daarin moeten we dus aanpassen, onze systeem aan de hand van de persoon. Ja. Wij kunnen niet in regel, ook te zeggen, 45 minuten moeten, als ik meer doe, we moeten aanpassen, maar we moeten ook één regel hebben. Als we willen ook effectief zijn, wij weten hoeveel werk hebben wij met mensen, als we willen effectief zijn, moeten wij ook in tijd voor de mensen, ik heb die tijd en we kunnen goed de tijd gebruiken. En we kunnen ook effectiever ook zijn. Mm-hmm. Dit is niet dat... Het is een manier... Dus in principe... Ja. Dus in principe kan iedereen Bijbelstudies geven. Ja. De kennis die hij opgedaan heeft in de gemeente... door de sabbatschoollessen... die kan je gewoon juist met andere mensen delen. Dezelfde volgorde, dezelfde vragen... kan je ook stellen aan de mensen. Ja. Dus iedereen zou in principe Bijbelstudies kunnen geven. De kennis die we hebben gedaan. De volgorde is heel belangrijk. Beginnen bij eenvoudige, aan de hand van hoeveel de persoon weet. Ja. Klopt. Als het gaat om een christen, als het gaat om een gereformeerde of zo, dan weet je dat je niet eens over de Bijbel hoeft te beginnen. Je kan beginnen bij het heiligdom bijvoorbeeld. Of je kan beginnen bij andere thema. Ja. Maar altijd dus dan opletten dat voor belangrijke thema's, zoals de Sabbat, zoals de wet, zoals andere dingen, misschien andere thema's ervoor moeten komen. Ja. Ook dat, misschien moet je dus meer aandacht geven aan deze thema's. En sowieso bidden en dat de Heer je leidt. Ja, 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 ik moet zeggen, om te concluderen, dat Bijbelstudies maakt een goede verandering in de harten van de mensen.
En ons doel als gemeente is dat we, als een gemeente die Bijbelstudie heeft, heeft een goede toekomst met zielen, want de personen. Maar dus moeten we meer concentreren op ons doel Bijbelstudie te ontvangen. En wat mooi is dat als we kunnen niet doen, we kunnen met onze broer samen met één persoon met ervaring gaan en wij kunnen op deze moment groeien. En dit is een grote zegen. Ik vind dat de grote zegen dat ik heb in mijn leven is mensen die hadden de Bijbelstudie ontvangen en naar de doop te gaan. Het is niet net als dat, ja, er zijn meer mensen in de kerk. Nee, het is een geestelijk dat die persoon is gered door Jezus Christus. En ja, het is echt mooi. Het is echt. We zijn blij dat jullie naar deze trainingsseminar hebben gekeken. Ik hoop dat onze ervaring jullie mogen helpen. We zijn altijd bereid om jullie vragen te beantwoorden als het nodig is. Als jullie willen dat wij samen met jullie een keer of meerdere keren meegaan of voor moeilijke thema's, laat ons weten. We zijn meer dan bereid om jullie te helpen. Als de gemeente samen met z'n allen werkt, als ieder persoon één Bijbelstudie heeft, amen, dat betekent dat, nou ja, 80 Bijbelstudies, los van ons, zeg maar, als we tellen alleen de leden, maar als we tellen ook andere mensen, of meer, 100, tegelijkertijd gebeuren. En nou ja, niet alleen komen meer zielen voor God, ze kiezen voor de Heer Jezus, maar ook voor de gemeente, maar ook groeien jullie in kennis. Juist. En ook in die vaardigheid om Bijbelstudies te geven. Dus ik zou jullie zeggen van, ik bemoedig jullie om deze te doen. En ik hoop dat de Heer jullie mag leiden. God zegen. Amen. En zet deze tips en adviezen dan in de praktijk. God zegen. God zegen allemaal. God zegen.